Hoi, vandaag laat ik jullie met liefde mijn top 5 blusjes zien voor deze periode. Eigenlijk sowieso al vind ik merendeel kan je gewoon sowieso natuurlijk door het heel het jaar gebruiken. Maar er zijn exemplaren bij en die gebruik ik expres juist nu meer, tussen de herfst en de winter. En dat komt door de warmte en dat komt door de gouden glans die er dan vaak in zit, dat ik denk, en nu vind ik hem hartstikke geschikt. Dus ik laat het zien, het is high-end en het is budget, dus het is eigenlijk van alles wat. En het is heel makkelijk verkrijgbaar en wat moeilijker verkrijgbaar. Dus kijk mee, ik begin denk ik bij het, ik ga wel gewoon zo naar het duurdere toe. Ik begin bij het goedkoopste product, de goedkoopste blush. Dit is de NYC Cheek Glow in 649 Prospect Park Rose. En dit is een ontzettend leuke oudroze kleur met een beetje een koraaltje erin. Dus het is op zich geschikt voor eigenlijk alle huidtinten. Dus ook al ben je donker of wat getint of ben je net zo lelijk blank als ik. Dat is het voordeel van deze blush van NYC. Hij is ontzettend mooi gepigmenteerd. Niet te, want dat is eigenlijk ook niet handig. Hij ziet er vrij naturel uit op het gezicht. Niet te, want dat is ook weer niet zo heel erg mooi. En hij kost iets van 3 euro. Ik heb er een review over geschreven. Ben er ontzettend tevreden over. En ik vind hem enorm mooi. De verpakking is wat minder mooi, maar het gaat echt om de inhoud. Dus dit is echt een absolute aanrader. Dan ga ik over naar het product daarna. En dat is blusjes van Sleek. Blusjes van Sleek zijn ontzettend leuk. En ze hebben een enorm goede pigmentatie. Soms zelfs een beetje te veel. Dan krijg je, soms kan een product op een negatieve manier te veel pigmentatie hebben. En dat gebeurt vrij vaak bij wat goedkopere producten. Maar de Sleek blusjes komen in zo'n verpakking. En ik vind, en met een spiegeltje. En ik vind sowieso, de verpakking is een enorm pluspunt. Ik heb hier Sleek Rose Gold 926. Sleek Rose Gold is een dupe van NARS Orgasm. Nu heb ik toevallig een zusje van NARS al klaar liggen voor straks. NARS Orgasm is een hele dominante, glanzende blush. En daar moet je van houden. Maar ik vind deze dus enorm mooi. En omdat hij, nou ja, echt er best behoorlijk op lijkt, vind ik het ook een heel erg mooi budget alternatief. Je ziet de glans echt al. Probeer hem dan ook subtiel aan te brengen. Zo'n blush kost €5,50 en is verkrijgbaar bij verschillende webshops zoals Bougie Shop of The Makeup Spot. En hij is echt een enorme aanrader. Vooral dus voor nu. Voor de herfst en voor de winter vind ik zo'n blush echt prachtig. Dus dit is aanrader nummer 2. Dan gaan we weer naar een wat duurdere. En dat is MAC. MAC is sowieso prachtig. Ik vind de blushjes enorm mooi. Als je aan mij vraagt van waar ben jij fan van MAC. Dan is het heel simpel. Dat is lippenstiften en dat is blush. Dat zijn de 2 producten die ik spaar. Qua highlighters heb ik gewoon een hele mooie. En daar blijft het bij een beetje bij. Maar de blushjes en de lippenstiften die spaar ik. Dit is de blush Dame. En dit is een hele mooie oudroze blush. En er zit een beetje een, het is heel erg moeilijk om uit te leggen. Want je ziet dat hier ook een beetje oudroze in zit. Maar dit is wat matter en misschien ook wel wat meer volwassener en wat chiquer. Dit is de go-to blush voor elke dag. Heb ik een normale dag of heb ik een sollicitatiegesprek of heb ik een, weet je wel. Het kan overal bij. Hij is niet te heftig, hij is niet te fel, popt niet te veel, maar staat gewoon gezond. Het geeft je een gezonde gloed. Deze blush is bijna, volgens mij, nou ben ik €22,50 of €24,50. Tussen de €20 en de €25. Volgens mij hebben ze de prijzen namelijk verhoogd. En dat is prijzig. Ik heb Dame nu 3/4 jaar. En je ziet er nog niet eens een deukje in, terwijl ik hem echt heel veel gebruikt heb. En ik zal hem heel even swatchen. Hij is echt, kijk, en je ziet hem ook niet eens zo heel erg. Het is echt een super mooie subtiele kleur. En ik heb hem in heel veel video's van ongeveer augustus, september, oktober zie je bijna altijd deze blush. Hij is echt een oprechte aanrader. Dan gaan we weer een stapje omhoog. En dan hebben we Oriflame. Zou je niet zeggen dat als je een stapje duurder gaat, dat je dan naar Oriflame gaat. Want Oriflame is op sommige punten best wel budget. En op andere punten lijkt het dan weer meer op Rimmel of op Max Factor. Dit product wat ik laat zien is wel vrij prijzig. Deze is €30. Dit is de Giordani Gold Baroque Blushing Pearls. En deze Blushing Pearls zitten in de kerstcollectie. En ik heb het hier in mijn favoriete video ook al over gehad. Dit is echt zo'n mooi product. En ik ben zo blij dat ik deze heb gekregen om te testen. En ik had toen ook al gezegd, mocht deze miraculously weg zijn in één keer, paf, poem, ik heb hem niet meer, dan koop ik hem zelf opnieuw. En die €30 is hij echt waard. Ik heb hem op dit moment ook op.
En dat geeft een hele mooie diverse kleur. Want het heeft namelijk een glans zit erin, maar er zit ook een beetje roze in. Er zit een beetje paramour in, een beetje paars. Maar dat maakt dus de kleurencombinatie, vind ik dus echt prachtig. Dus ik, het zwartje, nou, je ziet hem op mijn gezicht. Dus je hebt eigenlijk een verschillende kleurtjes. De verpakking vind ik niet zo heel erg mooi. Dat is heel erg simpel. Maar ik vind de inhoud vind ik echt weergaloos. En dit is echt een enorme aanrader. Dus die kan je kopen bij oriflame.nl. Ik zal de review anders hieronder heel even zetten. En daar staan verdere details in. 30 euro. Ja, dat is prijzig. Maar ik vind dit zo'n fantastisch mooi product. Zeker ook met die glans erin. Ik vind het ook een heel passend product binnen de kerstcollectie. Dus ik gebruik hem echt enorm graag. En dan als allerlaatste, de duurste rakker van allemaal. Dit is NARS. En dit is niet Orgasm, want ik heb hier de dupe al van laten zien. Dit is Deep Throat. En naast de funzige naam is het een hele mooie, een mooie blush. Een mooie highlighter. En het heeft een hele mooie verpakking. Het is enorm chic namelijk. Hij is volgens mij, nou moet ik heel even goed nadenken, want ik heb hem gekocht bijna 1,5 jaar geleden. 35 euro heb ik er als het goed is voor betaald. En of 32,50. Hij is in ieder geval net iets duurder dan Oriflame. Hij is bijna 2 keer zo duur dan MAC. Maar hij is weergaloos mooi. Waarom Deep Throat en waarom niet Orgasm? Omdat Orgasm best wel heel erg aanwezig is. En je ziet hier ook de glans. Het is enorm sterk product. En voor elke dag vind ik nogal lastig. Deep Throat lijkt hier heel erg op. Lijkt op Orgasm. Maar vind ik zelf... ik zal hem hieronder even doen. Dan zie je misschien ook een beetje het verschil. Hij is net iets zachter. En kijk, hij is natuurlijk... Nu heb ik hem heel dik opgesmeerd. En dit is trouwens natuurlijk ook sleek. Dit is niet een echte NARS Orgasm. Hij is gewoon net even iets subtieler. En hij is net iets toegankelijker. En daarom vind ik het... Zo'n product vind ik super mooi voor in de winter. Maar Orgasm is best wel heel sterk. En dan draag ik liever Deep Throat. En kijk, als ik dan naar een feestje ga of zo, dan kan Orgasm natuurlijk wel. Kijk, zoveel verschil zit er niet in. Maar ik vind deze gewoon net even iets toegankelijker. Dus deze heeft dan mijn voorkeur. Dus... Dit waren mijn favoriete blusjes. Het zijn echt oprechte aanraders. Allemaal verschillende kleuren. En allemaal verschillende prijzen. Dus ik zal het lijstje hieronder nog even een keertje zetten. Als je naar mijn site gaat, dan zie je ook meer details over elk product en waar je het kan verkrijgen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond en dat je er wat aan hebt gehad. En tot de volgende keer. Doeg!